Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Het gaat een bericht zijn over verbindingen. Ik ga ervan uit dat het te maken heeft, of dat voelde zo, met tweelingzielen. Dus we gaan even kijken wat er voor jullie naar voren mag komen. Mocht je een consult wensen, dan kan dat. Kijk dan even op mijn website. Daar staat in de webshop staat alles beschreven. De tarieven. De uitleg bij de consulten in de praktijk of een YouTube reading of een Zoom sessie of een telefonisch consult, dat kan allemaal. Deze readingen zijn natuurlijk uitsluitend bedoeld om je een richtlijn te geven. Alles wat niet passend voelt, maak het dan ook niet passend en laat het gewoon los. Kies wat resoneert en wat niet resoneert, laat je gewoon gebeuren. Goed, we gaan kijken wat speelt er. Ik moest vandaag de dierenkaarten pakken. Dat voelde zo. Zo. Nou, wat is de eerste kaart? Ik ga er wel over elkaar leggen. Generosity, overvloed. Overvloed in aarding. Je ziet hier de boom en de rode kleur gaat voor mij eigenlijk dat er nu een onnoemelijk stukje krijgt. Dat je gaat aarden. Dat je echt je voeten in de grond krijgt. Aarde kunt, overvloed kunt krijgen. Dus alles gaat nu stromen. Enlightenment, dat je inzichten krijgt. Dat je duidelijkheid krijgt wat er allemaal in de hand is, wat er speelt. En dat je even tijd voor jezelf nodig hebt. Retreat. Het kan zijn dat je dat al gehad hebt en dat je nu eigenlijk al daaruit bent. Dus dat is voor iedereen verschillend. Daarom zeg ik van, maak het niet passend als het niet passend voelt. Misschien heb je deze fase al gehad. Misschien heb je, zit je daar middenin of zit je aan het einde? Dat kan. Courage. En dan zie je hier ook nog de vlinders op. Dus de kracht, de moed. Je krijgt ook dadelijk meer je eigen kracht terug. En doordat je je terugtrekt, krijg je je kracht terug. Gaat er een transformatie plaatsvinden. En hier de Phoenix reist uit de as. Ook weer het stuk transmutatie. En dat je met heel veel vreugde en plezier, dat je eigenlijk in een lichtere energie komt. Zo voelt het voor mij. Dat je die zware stukken, dat je die los kunt laten. En dat je echt nu kunt zeggen van ja, ik heb de moed om die transmutatie aan te gaan. En nu echt naar binnen te keren. En vanuit dat stukje wat ik in mezelf terugvind, je eigen kracht. Dat je van daaruit gaan die moeilijke stukken gaat transmuteren van de energie. Hè? Dat is gewoon zo. En dat je van daaruit nu meer in een rustige en vriendelijkere energie komt. En een meer... opgeluchte energie. Dat je meer duidelijkheid krijgt. En duidelijkheid over jouw proces. Duidelijkheid over waar je naartoe mag. En als ik dat kijk even naar de tweelingzielen. Is het natuurlijk belangrijk. Dat je dus eigenlijk gaat kijken. Als jij overvloed wilt. Zul je dus een verhoging in de trillingsfrequentie. In de energiefrequentie moeten krijgen. Maar daarom moet je even terugtrekken. Voor alles wat daar niet thuis hoort. En de moed en de verandering in jezelf terugvinden. Zodat je met een hele nieuwe energie jouw proces tegemoet kan treden. De kooikarper was altijd genoeg. Dus kooi geeft aan van, ja, maak je niet druk. Eigenlijk is er altijd gewoon voldoende qua energie gewoon. En geld is ook energie. Financiën, overvloed, werk. Dus er is altijd wel iets. Geef je over aan deze energie. Geef je ook over aan de energie om het misschien te willen controleren. En dat is inderdaad heel lastig. Als je daar last van hebt. Maar je kunt het niet controleren. Het blijft gewoon... Het stroomt dan zelfs niet. Hè? Het stroomt dan zelfs lastiger. Spirit heeft een plan. Dus vertrouw erop dat Spirit eigenlijk een plan heeft om jou en jouw tweelingziel samen te brengen. Als dat jullie afspraak is in de spiritwereld, hè, als dat de bedoeling is, dan zullen jullie ook samenkomen. Maar geef je dan even over aan die energie. En er is gewoon altijd voldoende.
wat er voor jou ook nodig is om te hebben of te ontvangen. Laat ik het dan daarop houden. Hier weer de kaart transformatie, de vlinder. Transformatie is mooi, dus er komt gewoon een verandering. Die staat gewoon te gebeuren, de verandering in jezelf uiteraard. En, maar ook de verandering naar jouw tweelingziel. De flamingo geeft aan, omarm alles wat er tussenin ligt. Dus omarm ook die moeilijke stukken. Omarm ook die moeilijke fases waar je nu doorheen gaat. Dat je niet bij elkaar bent, dat je daar ja, verdriet om hebt. Misschien niet in de zin van dat je heel erg moet huilen, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar wel dat je iemand mist. En dat mag ook, hè. Maar ja, als je dat probeert te versnellen, dat werkt niet, helaas. Als dat zou kunnen, dan zou ik dat voor jullie doen. En ja, dan zou ik dat ook doen. Maar ja, dat, helaas kan dat niet. Maar de wolf zegt, zet kennis om in wijsheid. En weet dat alles wat jij ontvangen zult, en wat voor jou bestemd is, dat dat eraan zit te komen, dat dat naar je toe komt. Alleen, wij weten soms op aardvlak niet wanneer dat het is. En dat dat frustrerend is, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, ik heb daar ook wel eens last van. Eens kan ik beter weglaten. Maar de laatste paar dagen gaat het beter. Maar, ja, de focus moet gewoon terug naar jezelf. Mag terug bij jezelf, moet bij jezelf blijven. Als je dat doet, kan je dus echt wel de rust ook daarin vinden. Maar goed, we gaan eens even kijken wat nog meer gezien mag worden. Ik dacht dat ik nog een kaart te zetten. Oh ja, die heb ik ook hier liggen. Nou, Mantis Shrimp, Combat Vision Vibrational Sensitivity. Dus je hebt een frequentie, een vibratie eigenlijk, maar ook het stukje, een visie van, hey, een inzicht gekregen, misschien gaat het zo of zo uit. Loopt het zo of zo. Crap, modesty, self-sufficiency, circumvention, ik weet niet wat dat laatste betekent, maar self-sufficiency, het is gewoon dat je genoeg hebt aan jezelf, dat je nu even de focus terug mag leggen naar jezelf toe. Seahorse, composure, serenity, fatherhood, dat kan ook met de mannelijke energie te maken hebben, of met een persoon die, waar jij een verbinding hebt, als je met een vader of een vaderfiguur verbinding hebt. Misschien heeft die nog issues die opgelost moeten worden. Sereniteit, composure. Daar mag gewoon nog iets gezien worden, heb ik het gevoel. Misschien mag je zelf nog vaderlijke stukken, de verbindingslijn met je vader helen. Of die ander mag dat nog helen, dat kan. Dat daar nog iets gezien mag worden van die vaderlijn. En dat dat belangrijk is om te zien. Oh, nou, het moet dan ook eruit komen. Ik doe dat nog maar even zo. Fertility, birth, snakes en health. Snakes die staan eigenlijk in de tarot, of in de Lenormand eigenlijk voor het stuk transformatie, voor het stuk heling. Dus hier moet echt nog waarschijnlijk iets geheeld worden van een vaderschap. Of die persoon nog, heeft nog een stuk op te lossen met zijn eigen vader. Of als die kinderen heeft nog een stuk naar zijn kinderen toe. Setting boundaries, standing proud, using a sacred voice. Dus dat er iets geheeld wordt. In zijn kracht staan. Weten, je hebt gedaan wat je kon. Je deed op dat moment met die inzichten die je had. Dan kun je daar verder niets aan veranderen. Imaginativeness, paragon, impassioned, silkworm. Wat moet ik daarvan zeggen? Impassioned. Ik heb het gevoel dat hier iets... Als ik even kijk naar die worm op die foto, ik krijg het, daar moet ik naar kijken. Er wordt iets nieuws geboren. Je staat eigenlijk op het punt, of die persoon staat op het punt, om ja, herboren te worden. Er wordt een stuk geheeld. Eventjes pas op de plaats. Er moet nog iets geheeld worden voordat je dan samen kunt zijn. Bull, masculinity, objectivity, leadership. Ja, ik heb het gevoel dat hier de mannelijke kracht eigenlijk weer teruggehaald mag worden. Als je die kwijt was. En dat je in je kracht mag staan, leadership. En dat je ook objectief mag kijken van wat is daar toen gebeurd. Wat kan ik daar iets veranderen? Is dat iets waar ik iets aan kan doen?
Je kunt het op dit moment natuurlijk niet meer wijzigen wat in het verleden gebeurd is. Maar er mag heling plaatsvinden. En de heling vindt plaats. Silkworm, snakes. Dus je hebt hier twee keer de heling. De transformatie. Je wordt echt op heel veel vlakken echt van alles. Eén keer transformatie, twee keer transformatie. Drie keer van die snakes. Dat vier transformatiekaarten. En dat eigenlijk dat wat je weet, die kennis wat je hebt, wat er gebeurd is in het verleden, misschien met jouw vader, misschien met jouw partner, daar de vader van, of misschien is jouw partner, heeft die kinderen en mag daar iets geheeld worden, daar mag iets geheeld worden, er komt nu iets aan de oppervlakte wat gezien mag worden. En als dat gezien is, dan pas kan er ook heling plaatsvinden en erkend is. Wees edelmoedig, de leeuw. Dus heb vertrouwen. Vind die kracht in jezelf terug. Let op je woorden. Misschien moet je opletten wat je zegt. De papegaai. Dat kan anders misschien verkeerd uitpakken. Of verkeerd gezien worden. De libelle. Die had ik net al. Nou ja, dit is ook raar. Ik denk, dat zijn het dezelfde kaarten. Maar dat maakt niet uit. Blijkbaar moest dat even. Maakt ook allemaal niks uit. Het moest zo. Ik ga daar niet moeilijk over doen. Want dit zijn dingen dat is van spiritueel geregeld. Iets anders kan ik niet zeggen. Dus ik ging gewoon mijn gevoel volgen. En ik pakte die kaart. En ik dacht, En toen het hier lag, dacht ik van, die heb ik toch net. Maar dat maakt niet uit. Dat moest dan zo. De waarheid overstijgt de illusie. Libellen. Dus je gaat echt, daar gaat de waarheid naar voren komen. En de neushoorn geeft aan, je overwint elke hindernis. Dus daar komt in ieder geval duidelijkheid. Ik ga toch nog twee kaarten pakken, heb ik het gevoel. Dat er nog twee uit moeten komen. Ja. De eerste is de walvis. Vertrouw op het grote mysterie. Ook als je nog niet weet wat er speelt. Vertrouw daarop. En de hond, wees trouw aan je liefde. De liefde voor jezelf, de liefde voor je partner. Laat het even zo voor wat het is. Misschien heb je iets met communicatie, dat er iets gezegd moet worden of gezegd is in het verleden wat verkeerd is opgepakt. Laat het gewoon gebeuren. Transmuteer het. Laat het gewoon stromen. Zoals het stromen mag. Ja. Op zielsniveau worden hier heel veel dingen geheeld, hoor ik. Omdat nu de tijd is om alles. En ik word ook gewezen op de kaart Enlightenment. We zitten vandaag in de zomer, in de zonnewendeperiode. Dus alles wat er nu geheeld wordt, dat wordt belicht. En het is belangrijk dat het belicht wordt voordat we de Leeuwenpoort ingaan. Als je dit namelijk niet oplost voordat de Leeuwenpoort is, 8 augustus 8-8, dan ga je dit stuk nog een jaar meetrekken tot de volgende Leeuwenpoort. En dat wil je niet. Dus probeer in ieder geval jouw stukje aan te pakken en daar ook je weg in te vinden. Ga eens even kijken wat de tarot hierover zegt. Dat zijn ook dierenkaarten van de Animal Tarot. Oké, hoe gaat dit uitpakken? Wat gaat er stromen nu? Hummingbird, 4 van staven. Homecoming, rest after labor. Dus je gaat thuiskomen. Eerst thuiskomen bij jezelf, maar ook thuiskomen bij de anderen. Je hebt alle twee je werk gedaan. Nirvana, dus echt het geluk ga je dus ook krijgen. Als je alle twee je werk hebt gedaan. Als allebei hun werk doen, dan gaan dingen ook stromen. Onhandige kaarten. King of Swords. De waarheid. Final authority. Brilliant mind. Dus hier de koning van zwaarden. Er komt een communicatie. En ja, dat die, ja, weet ik het wat het in is, een arend. Of, maakt ook niet uit. Er komt nog. Ja, arend. The eagle has landed. En voor mij stond dat altijd met patience and time.
Patience vind ik een vervelend woord. Tijd vind ik ook een vervelend woord. Helaas kennen ze dat niet aan die ene zijde. Tijd, geduld ken ik niet zo goed. Kan ik, ken ik. Ik ken het wel dat ik geduld moet hebben, maar ik kan het niet zo goed. Maar het maakt niet uit, ik vind het lastig. Maar goed, ik heb het gevoel door deze kaart nu. wat ik zie is, het geduld wordt beloond. Dat is wat ik doorkrijg. En ik zie ze eigenlijk staan te springen en plezier te hebben. En te zeggen van, het is klaar, weet je. Het is goed geweest. Het is het finale. De waarheid gaat nu naar voren komen. En dat heeft te maken met de Vier van Staven. En de Vier van Staven is eigenlijk, er komt iemand naar huis. Er komt iemand naar je toe. Eens even kijken wat er nog meer komt. Dan weet ik niet of dat iets is en of ik dat moet wegleggen. Leg maar weg, hoor ik. Wat komt er nog meer? Die zijn echt heel onhandig, die kaarten. Erg groot. De maan. Seeing through the shadows, psychic power. Dat kan inderdaad zijn dat er nog iets geheeld moet worden. Maar voor mij gaat dit nu anders. Ik heb het gevoel dat je doordat je deze stukken geheeld hebt, dat je de wijsheid hebt, dus de psychic power, dat je echt in je kracht staat, dus ook dat wat je intuïtie betreft, dat je ook dat overzicht hebt, hoe het allemaal gaat stromen, en de wijsheid ook hebt nu, want dat stond ook hier ergens in de kaart, dat je de wijsheid nu hebt. En ja, goed, er staat in ieder geval heel veel positiefs te gebeuren, dat is namelijk de bedoeling. Justice, ja, alweer. Justice, dus de waarheid, natural law, righted wrongs. Dus alles wat nu tussen jullie verkeerd liep, gaat dus nu de juiste kant op stromen. Er komt de waarheid, er komt justice, er komt gerechtigheid, rechtvaardigheid, balans komt er tussen jullie. Dus als jullie allebei het innerlijk werk doen, dan zal dat ook gaan stromen. Chimpanzee, twee van pentakels, balance, ja, dat zei ik net, go with the flow van. De twee van pentakels is ook de kaart van de tweelingzielen, ja, je gaat gewoon, die union komt er en dan gaat er heel veel plezier, dan is het gewoon feest, weet je. Dan als je heel lang op elkaar gewacht hebt, dan is dat sowieso fijn als je dan weer samen bent. En dan kan dat, ja, grote avontuur, zo zal ik het maar even noemen, kan beginnen. En de kaart Queen of Cups, Psychic Visionary, Compassion, Radiance. Jellyfish, de Queen of Cups, is eigenlijk de meest geliefde persoon. Dus zo mag je het zien in de tarot. The Lion, Strength, Mind over Matter, Love wins Majesty. Dus de liefde gaat winnen. En ik deel al eens vaker een plaatje van twee leeuwen. Een leeuwin en een leeuw. Die dan samen zijn en dat je eigenlijk niet de een daarboven, de andere onder qua energie, maar gewoon gelijk. Je bent gewoon gelijk in de energie. En daar gaat het om. Dus die gelijkheid, die ga je eerst, die balans ga je dus eerst in jezelf krijgen. Dan kun je ook die balans naar elkaar toe krijgen. Want het moet niet zo zijn dat je, als die persoon dan op je afkomt en van naar je toe komt, dat jij weer gaat wieberen of dat je weer gaat springen in de energie. Dat moet wel een balans blijven. Kijk, dat je dan blij bent, dat is logisch. Maar je moet wel in die kracht blijven staan. En dat dat eventjes weg is. En dat dat even een paar dagen duurt voordat je weer die kracht terug hebt. Dat is dan ook nog prima. Want het moet niet zo zijn dat je dan volledig weer in een stuk, ja, gaat zitten. Dat de ander weer qua energie hoger is dan jou. Dat is niet de bedoeling. Maar wat ik voel is ook dat diegenen die samen zullen komen. Die energie die gaat voor alle twee best wel even op en neer. En dan is het niet erg, want dan zit je toch nog in een balans. Omdat je allebei in dat stukje zit van blijdschap en vreugde, et cetera. En daar gaat het eigenlijk om. Moest ik nog een andere kaart? Moet ik nog kaarten pakken? Nee, dat was het. Nee, dat was het. Dus dat is een kort bericht, maar goed, dat mag. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes in jullie tweelingzielenproces. Maar weet dat bij velen de union, of de union eigenlijk voor de deur staat. Misschien ben je pas begonnen in een tweelingzielenrelatie, dan mag je daar nog jezelf terugvinden.
Want dat is eigenlijk wat een tweelingzielenrelatie inhoudt. Dat je echt volledig jezelf terugvindt, je eigen kracht terugvindt. Niet gaat wiebelen als de energie een beetje heftig is. En ja, soms is dat gewoon lastig, dat vind ik ook. Maar niet altijd, maar meestal is dat gewoon, wiebel je toch al eens. Maar dat maakt ook niet zoveel uit als je je dan herpakt. En je kracht en balans en aarding weer terugvindt. Goed. Dus geniet ervan als het zover is voor jullie. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Als je de video leuk vindt, like hem en deel hem. En ja, stuur door naar anderen als die er wat aan hebben. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en namaste.